Altijd gezellig, hè? Zo, open cirkel. Zo. Welkom op het feest. Dat mag dichterbij, hoor. Dat mag echt. Het bij voor de dieren. Zo, en nu ben ik er ook klaar voor. En daarom dat wij nu, omdat dat goed is voor alle dieren, een ontzettend potje gaan zitten zweten. Goed werk. Dus vooral doorgaan.
als je op de doorgaande buurt gaat zien van ons kabinet wat er niet meer is, wat gewoon door blijft gegeven. Dat is ook heel mooi dat dat kan. Onze bassist heeft een technisch probleem, namelijk. Hij is uit zijn leer gescheurd. En dat heeft te maken met een bosje. Oh, ik hoor dat hij nog niet gemorst heeft, dus zorg ervoor dat hij ook even de mors heeft. Ja, maar het is al lang weer gemaakt, joh. Kunstleer is ook veel sterker, dat moet je weten, man. Foute gek. En de kunst gebeurt ook, is mijn ervaring. Ja. Ze hebben airco. Wij niet. Er is Nederland weer zo'n villewijk in opstand gekomen tegen dit keer de komst van een centrum voor verstandelijke handicapten. We willen allemaal van die kwijlende mogolen in de voortuin, die wil natuurlijk niemand. Dus daar hebben we toch met dat gedaan eigenhoudens goud waard dat we nu wel uitgeluld waren, maar nee hoor. In de tijd zal ik nog veel erger dan het zelf kunnen denken. Volgende Nederland op zijn smalst. We moeten even de TED app doornemen, sorry. We'll be right back.
goed dat we weer een voor om even uit te betalen. Werken voor je center, godverdomme.
Spuis in de voortuin. Emotionele toespraak. Nou ja, over die volgende kunnen we heel simpel zijn. Rijkdom is een keuze. Precies, toch? Geld maakt gelukkig. En rijkdom is een keuze inderdaad. In een land met zoveel keuzemogelijkheden is het aan jullie om arm te blijven. Als jij niet in een villa kunt wonen, dan heb je daar zelf voor gekozen. Precies. Dan had je maar VVD moeten stemmen, of van tevoren een goed carrièreplan moeten uitstippelen. Ja, of je moet inderdaad gewoon net als wij, altijd gewoon thuis, direct, op zijn tijd, een potje bier open trekken en daarna nog 20. Maar ja, zo word je dus door. Rijk. En dan zit je hier. Dus de keuze is en de keuze. Blijf je dus tussen al deze arme snoepers rondlopen. Ja, ga mensen, het is echt je eigen keuze. En dan vraag ik mij af. Kijk, zoals wij dan schetsen, zo heel zwart-wit. Van veel bier drinken en arm blijven, dat is natuurlijk heel puur. Of je kan heel VVD en heel rijk worden. Maar is er ook een keuzemogelijkheid tussen niet altijd veel bier drinken? Die keuze even om het geld gaan die en toch ooit wat nuttigs doen. Kan die dat? Die keuzemogelijkheid is er. Kan dat? Rijk worden en bier drinken.
Oh, dat kan ook nog. Kan. Er zijn vier keuzemogelijkheden. Als iemand van jullie een paar zin heeft om te vertellen wat zijn of haar keuzemogelijkheid is die zij, hij of de een of de ander genomen heeft, maak ons deelgenoot. Wij zijn graag voor keuzes namelijk. En wij willen graag weten hoe het ook anders kan, behalve de rijvoorheid die je hebt. Dus, heeft iemand een idee? Niemand? Daarom staan wij dus op een dierenbenefiet. Goed, de hele cursus is binnenkort te downloaden vanaf onze site. Als u ooit opgenieuwd wordt. Excelsius Kapitaal! Sorry, ik stop erop.